Direct na aankomst op de Bahama's op 11 juni had president Chandrika Prasad Santokhi een bilateraal gesprek met professor Benedict Orama van de Afrikaanse Afreximbank. Met deze ontmoeting werd de samenwerking tussen Suriname en de Afreximbank versterkt en bood een kans om economische groei en ontwikkeling in beide regio's te stimuleren. Het gesprek leidde tot concrete plannen voor intensievere handel, investeringen en samenwerking tussen Afrikaanse en Caribische landen. Afrikaanse bedrijven willen nieuwe sectoren zoals koolstofkredieten, IT en bankieren verkennen. Deze kansen zullen verder besproken worden tijdens een mogelijk bezoek van de Afrikaanse Bank aan Suriname en de investerings- en handelsmissie. Daarnaast zijn plannen voor investeringen in olie- en gasindustrie, landbouw, visserij...